Hoi, welkom bij een nieuwe vlog in een nieuw jaar. Het is al een tijdje geleden dat ik gevlogd heb. De laatste vlog die heb je niet eens gekregen. Want alle fragmentjes van de dag voor kerst met 4 kerstvieringen... die heb ik niet eens tot een hele vlog kunnen maken. Want met de kerst ben ik ziek geworden. Lange griep, nou ja, ik was niet de enige. Maar het betekent in ieder geval een tijdje uit de running. Nou ben ik er weer. En ik sta hier nou vanavond bij de Immanuelkerk in Veldhoven... mooi nieuw verbouwd. En daar is een bijeenkomst van de Ronde van Elf, zoals dit. Niet de Raad van Elf, maar de Ronde van Elf. Want de Landelijke Kerk gaat langs de 11 nieuw te vormen klasses. En dat is in dit geval de klasses Noord-Brabant-Limburg. Een enorm gebied waar gesproken wordt over Kerk 2025. Welke visie heeft de kerk? Hier hebben wij met z'n allen op de toekomst. En wat gaat dat betekenen voor onze regio? Nou, dat wordt hier in Veldhoven gehouden. Hartstikke leuk om hier te zijn, want dit is de kerk waar ik gedoopt ben. En waar ik blijdenis heb gedaan. Dus het is ook weer een beetje thuiskomen. Nou, ga eens even kijken hoe het hier geworden is. De bekende ingang is in ieder geval heel erg veranderd met veel glas. En een mooie binnenkomst. Gelukkig al veel mensen. We gaan eens kijken. Vlammend betoog gehouden voor de veranderingen die met Kerk 2025 te maken hebben. Door dominee René de Reuver, de scriba van onze kerk, hier in de kerkzaal. Er wordt nu nog wat nagepraat, maar vooral ook hier. Het is lekker druk, er zijn veel mensen uit Brabant en Limburg gekomen. Hebben daar veel voor moeten reizen, want vergeet niet, onze klasses die loopt van, laten we zeggen, tolen tot schin op gul. Dus het is best wel een groot gebied. En de vraag is natuurlijk ook hoe kunnen we samen kerk zijn, maar ook hoe kunnen we met de verschillen omgaan. Maar met name ook welke kansen biedt de nieuwe kerkorde ook om ruimte te vinden, om met elkaar kerk te zijn op een kleine plek, om daarin ruimte te nemen, om daarin naar eenvoud toe te gaan. En om ook gewoon echt bezig te zijn met de kern van gemeente zijn. Want uiteindelijk gaat het om geloven en niet om besturen, gaat het om ontmoeten en niet om vergaderen. We hebben hier een hele fijne avond gehad over Kerk 2025, wat het allemaal gaat betekenen. Hier in de nieuw te vormen klasses Brabant-Limburg, een enorm groot gebied. Veel mensen die van alle kanten kwamen. Wat is voor jou nou de kern, wat Kerk 2025 kan betekenen voor onze regio? Ik denk hier in deze regio, gestempeld toch heel sterk door de Brabantse Limburgse cultuur. Dus waar het kerk zijn in zekere zin ook nog wel aanwezig is, maar dan in een katholieke setting, wees protestant. In die zin, neem je verantwoordelijkheid, sta in de vrijheid vanuit je, waartoe je geroepen bent. Geroepen weet om mensen nabij te zijn, een vindplek van hoop voor hen te zijn. Jullie zijn hier al met allerlei vormen van kerk zijn, kleine gemeenten, die juist zo'n beetje, soms ook wel een beetje luis in de pels zijn. Maak dat verschil. En dat betekent dus ook pionieren? Volop. Volop. Zonder daarmee iets negatiefs te zeggen over de bestaande vormen. Maar die zijn niet toereikend om mensen te bereiken. Ja. En ik denk ook hier in dit land zijn mensen ook zoekende mensen die ook graag een gemeenschap willen hebben waar ze geteld en gezien worden. En waar ze iets ervaren van liefde van God. Daar gaan we voor. Zo is het. Dankjewel. Graag gedaan. Zo, aan het einde van de avond vraag je af, en ben ik nou iets wijzer geworden van deze bijeenkomst? Door wat er vanuit Utrecht, om het maar even zo te zeggen, door onze scriba is aangedragen. Ja, natuurlijk. Veel bemoedigende en hartverwarmende woorden en intenties om dingen samen te doen enzovoort. Maar wat er vooral uitkomt voor mij, is dat we het samen moeten gaan doen. En daarom was het zo goed dat zoveel mensen er waren, echt van West-Brabant tot Zuid-Limburg. Waarbij je echt merkt, jongens... wat er ook verder wordt aangedragen, we krijgen de ruimte om het samen te gaan doen. En moeten we die ruimte ook maar niet gewoon goed gaan pakken. Om echt met elkaar in verbanden, samen met elkaar, maar ook, ook gewoon op het kleine niveau als kleine gemeente. Om er echt wat van te gaan maken en te kijken wat kan. En niet wat niet kan en daar de mogelijkheden in te vinden. Gewoon omdat we dat evangelie willen doorvertellen. Omdat we dat belangrijk vinden. Nou, en ik hoop dat dit een start is geweest voor een regionaal verband. Wat enorm groot is, maar waar heel veel herkenning tussen mensen zat van... We hebben elkaar nodig,
En we hebben de vrijheid nodig om ook in het kleine, al pionierend, ook pionierend als kleine kerk, kerk van de toekomst te kunnen zijn. En dat, daar staan we voor, denk ik, vandaag en in de toekomst. En daar gaan we mee aan de slag. Ik wens je een hele fijne nacht en een goede toekomst met elkaar in deze kerk.